Mike van Amel, kapitein. Proficiat. Dank u. Wat een avond. Ja, ja, het is een mooie avond geworden. Ik denk dat we er 100% zelf hebben voor gezorgd dat het een mooie avond is. Toch in een moeilijke uitmatch. In de competitie was het er ook niet gemakkelijk. Oké, we winnen hier de tweede wedstrijd 0-3, maar we hebben nog voor moeten vechten. En vandaag, op basis van de eerste helft, gaan we een beetje gevleid met 0-1 rusten. En ik denk dat we dan de tweede helft wel ineens die efficiëntie terugvinden om er nog 3 bij te doen. Spijtig van het tegengoal, maar goed, dat gaat de vreugde zeker niet bederven. Dus ik denk dat we verdiend kampioen zijn. Jullie waren niet tevreden met die promotie alleen. Jullie wilden die titel er echt bij, hè? Ja, natuurlijk. Omdat het als sportman en zeker als collectief belangrijk is om als kampioen op te gaan. Er is heel veel slecht geschreven en slecht gezegd na onze eerste periode van iedereen. Er is arrogant gereageerd vanuit andere ploegen in de reeks dat ze zogezegd beter waren dan ons. En dat heeft heel veel spelers getriggerd om te bewijzen dat het zo niet is. En er is een collectief ontstaan op basis van revolte en revanchegevoelens. En dat zijn we tot de dag van vandaag blijven vasthouden. En dat heeft geleid tot een schitterende tweede periode. En ik denk op de finale heen en terug valt er niks af te dingen op het feit dat wij kampioen zijn. Het is jouw eerste titel niet? Vergelijk deze eens met de andere. Wat betekent dit voor jou? Dit betekent veel, hè. Zeker omdat ik het als kapitein mag meemaken van toch een schitterende club. Hè. Het is heel spijtig dat het uitvak niet volledig gevuld is, want dat had geweldig geweest om het zo mee te maken. Maar goed, ik denk dat het op nummer 1 komt bij de titels voor mij. Een beetje raar, omdat we volgende week al de nieuwe competitie hebben die eraan komt. Maar goed, ik denk dat we vandaag een goede generale repetitie gehad hebben tegen ook een eerste klasser. Ik denk een volwaardig eerste klasser dat Leuven gaat zijn. We hebben 1-4 kunnen winnen buitenshuis. Dus goed en vertrouwen gepakt om volgende week met respect en met een gezonde dosis durf en lef die eerste klasse aan te vallen. Kijk eens diep in de lens. Daarachter zitten de supporters. Het is voor jullie. Je hebt er lang op moeten wachten. Heel veel periodes gehaald, heel veel titels gehaald in de lage reeksen. Ik ben heel trots en heel blij dat we terug staan waar we moeten staan. Waar de club staat, waar die moet staan. Het is aan ons om er één groot vreugdefeest van te maken. Als het kan op het Kiel, op een veilige manier, dan zie ik jullie graag terug voor een kolkend Kiel. Een vol stadion en een heel seizoen lang.